in het Astridpark heeft gescoord. We zijn in de derde minuut, een vrije trap voor Anderlecht. Nielis trapt. Even een schijnbeweging om de muur wat te ontwrichten. Daar komt de bal. Groen is voorin. Daar komt Munaroor uit. En de bal is toch aangeraakt door Mark de Grijze. Onvoorstelbaar hier. Het antwoord van Anderlecht is er al. Precies 1 minuut later nog eens kijken. Bal voor doel, vrije trap. Munaroor twijfelt even. Malbassa er niet bij. En dan Mark de Grijze wel via de deklat binnen. Het staat 1-1. Een droomstart voor de kijkers hier. Nielis. Ja, goede beweging. Moet nu een ommetje maken. Voorzet komt toch. En Munaroon bij de eerste paal. Goede beweging van Luc Nielis. Goede dribbel en dan een knap schot. Vervoort voor Keshi. Kooijman. Alle spelers op de helft van Club Luik nu. Van Tichelen Oliveira. Nog maar weinig gezien Oliveira tot nog toe. Bal afgeblokt. Keshi met een schot. Maar de bal afgeblokt door een tegenstander. Grensrechter zwaaide voor bij het spel. Maar dat kon niet. De bal kwam van een tegenstander en Van Langenhoven gaat daar heel terecht niet op in. We hebben nog een kwartier te goed en het is de hoogste tijd dat er nog eens wat gebeurt. Veel balverlies aan beide kanten. Oliveira nu bij de bal, maar weinig gezien. Ja, verrassend. In één tijd. En Munaroon moest waakzaam zijn daar. Eindelijk nog een moment van opwinding. Hier nog eens kijken. Oliveira goed gedraaid. En dan Alve Hommaal, maar Munaroon was er. Hier komt de hoekschop van Anderlecht. Kooijman in één tijd en overgenomen door Groen. Wat mag Anderlecht daar doen in het doelgebied van Club Luik? Twee keer een vrije man en bijna een doelpunt. Nielis breed op Groen. In één tijd Oliveira, dat is een van de betere acties van Anderlecht nu. Groen als versterking. Abra laat zich in de luren liggen daar, doorgetikt door Mark de Grijze, een metertje naast. Voorbereidend werk van Oliveira was schitterend. Alweer een goede actie van Anderlecht, kijkt, gaat hier voorbij Abra, de voorzet. Dan tik met het hoofd van de Grijze, maar een meter naast. Wim Kooijman met Malbassa bij zich. Kooijman nog. Vervoort. Bal voor de linker. Daar komt het schot. En Munaroon ziet de bal voorbij suizen. Hoe lang zal Club Luik nog stand houden? Anderlecht nu duidelijk de betere ploeg. Alweer via deze goede actie van Vervoort. Een goed punt voor Vervoort. Nu hij weer in de basiself staat. Varga Malbassa. Malbassa blijft in balbezit. Heel verrassend daar toch. Wassijge voor doel en we krijgen eindelijk nog eens de wilde te zien. Verdienstelijke poging van Wassijge. Dit worden de laatste seconden in de eerste helft. Hoekschop Mark de Grijze. Voor wie? Groen geraakt er niet bij. Andersen met het hoofd. Abra weg. Varga nu 2 tegen 1. Als het naar Malbassa gaat, dan zit er wat in. Varga gaat alleen achterna gezet door Vervoort. En die begaat een overtreding, maar Varga had Malbassa moeten aanspelen. Marcel van Langenhoven heeft Patrick Vervoort geboekt met een gele kaart. We zijn al 1 minuut in blessuretijd. 46e minuut, een vrije trap voor Club Luik. Dessart. Voor de bal, Boffin erachter. Van Langenhoven gaat de muur van Anderlecht nog wat verder achteruit zetten. Daar komt het schot van Boffin met de linker. Anderhalve meter boven het doel van De Wilde. Ruststand 1-1. Malbassa, bal kwijt aan Andersen. Iedereen onder de bal door Weger. Ja, de vuisten van Munaroon. Een eerste levensgrote kans voor Anderlecht. We zijn 2 minuten ver in de tweede helft.
Luc Hernes, doorgekopt. Keshi, bal kwijt aan Malbassa. Gelukkig verandert niemand voor doel. Daar komt Boffin gelopen, scoort hij, jawel, alsjeblieft. 1-2 voor Club Luik. We zijn in de vijfde minuut van de tweede helft. Onvoorstelbare blunder van Keshi. Gaan er nog eens naar kijken. Bal kwijt aan Malbassa. Bal voor doel. De Wilde verrast en dan Boffin. Zeer handig afgewerkt. Het is 1-2. Wat kan Anderlecht daar nog tegen doen? En onmiddellijk het antwoord van Ademos. Blunder van Keshi. En hij wordt Stan Tepede naar de bank gehaald. Daar stapt hij naar de dugout. Dat moet zwaar aankomen voor Ademos. En het is Gudjonsson die inkomt. Rode kaart voor Keshi vanwege zijn trainer. En ook Mark van der Linden komt in. Dat wordt de laatste zet van Ademos. Nee, Gudjonsson moet wachten. Het is Van der Linden die inkomt. 10e minuut, tweede helft. Een vrije trap voor Anderlecht. Andersen wil het werk van Verlangenhoven overdoen. Afstand tussen de bal en de muur is te kort, zegt hij. Nielis van der Linden. Bijzonder goede plaats voor Luc Nielis toch. Met de rechter rond de muur. Munaron, laag uitvallend. Houdt Club Luik op de 1-2. Georges Gruen, lange ren. Centrum voor Mark de Grijs, dat wordt een doelpunt. Jawel. Dat is het moment waarop Anderlecht wachtte. Tweede doelpunt van de avond voor Mark de Grijze. Schitterende voorzet was het van Georges Gruen. De Grijze weg en dan met rechts. Munaron kan er niet bij. Het staat 2-2. We zijn op 28 minuten van het einde. Nog 22 minuten, vrijtrap Club Luik, Milosevic achter de bal, Malbassa wilde terugleggen voor Milosevic, maar die was te laat. Mark van der Linden vindt de Grijze, Jankovic in tweede instantie. Voorzet Oliveira, draaien en schieten, ja, net nog tegen de dijen was het van Wegeria, niet onaan de garweer van Oliveira. Vrijtrap Mark de Grijze in het centrum. Weinig spelers van Club Luik nu, dat was te zien ook. En Mark van der Linden kon koppen. Anderhalf.